Afgelopen jaar hebben we onze Aventus vaste hengels geïntroduceerd. En die vaste hengels die passen precies in het segment van de werphengels en de molens die we al kenden. Dat is echt de top van de top. Maar we hebben natuurlijk ook nog N-Gage. Dat zit er kwaliteit technisch net iets onder. En we hebben natuurlijk nog E-Class serie. En die E-Class serie die is echt nieuw. En afgelopen jaar hebben we al een hele range aan werphengels geïntroduceerd, waaronder feederhengels voor commercials, feederhengels voor natuurlijke wateren, feederhengels voor echte riviervisserij, pelletwegglers, molens en schepnetstelen. En er komt nog meer. En in deze video ga ik jou laten zien wat wij weer hebben toegevoegd. En in dit geval zijn dat 5 nieuwe verschillende vaste hengels. En voordat ik je daar iets over ga vertellen, is het wel belangrijk om eventjes te kijken van wat is die E-Class serie nu echt? Nou, die E-Class die hebben we op de markt gebracht. En dat is eigenlijk een hele interessante serie. Op een heel interessant prijsniveau tegen een hele goede kwaliteit. We hebben 2 margin hengels. Die zijn beide in 5,5 meter en 8 meter beschikbaar. Daarnaast hebben we ook nog 3 power varianten. En die zijn er in 9,5, 11,5 en 13 meter. En heel stiekem, we werken ook nog aan een aantal andere varianten. Maar dit is waar we mee gaan starten. En deze hengels die zijn echt ontwikkeld voor de visserij op bijvoorbeeld vijvers en commercials. Nou, we hebben ook een hele serie verschillende topsets erbij die ervoor zorgen dat jij de hengel kan gebruiken op bijvoorbeeld een brasenvisserij op een kanaal, een karpelvisserij op vijvers als dit, maar ook juist voor die hele extreme visserij in de kant met hele dikke elastieken. En wat ik net al zei, we hebben verschillende topsets. Zo zijn onze topsets zo ontwikkeld op dezelfde mal dat ze ook dadelijk gewoon passen op de Aventus hengels. Dus je hebt deel 1 en 2, dat zien we als een topset. Nou, die heb je er in een topdiameter van 3,5 mm, 4,7 mm en 5,8. Waarbij de 5,8 echt voor de dikste elastieken is. Zo ongeveer tot en met maat 20. Dan heb je die 4,7, dat is voor een elastiek dikte tot ongeveer maat 15. En dan heb je nog die 3,5 mm, dat is echt voor de dunne elastieken. Dat is ongeveer maatje 8 maximaal. En wat ik al zei, het mooie daaraan is dat deze toppen perfect passen op al onze vaste hengels die er al zijn en die er ook nog gaan komen. Dus het maakt niet uit of jij nou een Aventus vaste hengel hebt of een E-Class vaste hengel. Topsets kun je allemaal onderling verwisselen. De 4,7 mm en de 5,8 mm topsets van de E-Class hengels die gaan ook standaard voorzien zijn van een busje onder in het tweede deel, zodat je heel gemakkelijk er een pull-up kit van kan maken. Natuurlijk voor die visserij op die kapers. Nou, en als we dan specifiek gaan kijken naar de hengels. De margin hengels die zijn er in 2 verschillende lengtes. Die 5,5 meter en die 8 meter. Waarbij de 8 meter ook komt met een extension deel. Wat je aan 2 zijden kunt gebruiken. Dus eentje precies op 8 meter. Draai je hem om. Dan kun je precies op 6 meter vissen. En daarbij komt hij ook nog eens met een extra topset. En deze hengels zijn echt ontwikkeld voor de serieuze visserij. Grote kapers in de kant, bijvoorbeeld dikke elastieken. Vooral voor een visserij die we in België en Frankrijk heel vaak zien. Wow. Oké, vandaag ben ik dus met de margin hengel aan het vissen, 5,50 meter. De naam zegt het zelf, margin, ideaal voor in de kant te vissen. Dus met iets dikkere lijnen, iets dikkere elastieken voor het rap drillen van de vis. Deze hengels zijn goed voor bijvoorbeeld de beginnende visser. Je moet niet altijd ver vissen, je moet niet altijd een zware hengel vasthouden. Daarvoor is deze perfect, 8 meter, ideaal. Maar deze is ook perfect als aanvulling van uw bestaande vaste hengels. Deze hengels zijn eigenlijk iets sterker, waardoor je meer kracht kunt zetten dan met je reguliere hengel. En zoals jullie kunnen zien, worden er ook hele grote vissen heel snel mee binnengehaald. Maar daarnaast hebben we ook nog de powerhengels. En de powerhengels die zijn ook super sterk, zoals de naam al doet vermoeden. Maar die zijn iets lichter en iets strakker dan de margin hengels. We hebben dus 3 powerhengels in het assortiment. Dat is de 9,5, 11,5 en 13 meter. En alle 3 de hengels komen standaard in een pack. Dus heb je bijvoorbeeld bij de 9,5 meter hengel een extension deel, wat hem precies 9,5 meter maakt. Een standaard topset in de hengel uiteraard. En daarnaast heb je ook nog eens 2 extra topsets erbij, plus een cupset. En de 11,5 meter versie komt uiteraard ook in de pack. Standaard met een extension deel wat hem precies 11,5 meter maakt, want dat is wel echt belangrijk. Zeker wanneer je wedstrijden vist, je wilt precies op de juiste lengte vissen. Plus, overal zitten standaard topbusjes in. Nou,
topsets. Er zit standaard een topset in de hengel. En er komen ook nog eens 3 extra topsets bij, plus een cupset. En dan hebben we natuurlijk de 13 meter versie. Die heeft standaard 2 extension delen. 1 om exact op 11,5 te vissen en de ander om exact op 13 meter te vissen. Daar zit ook weer een stopset standaard erin. En er komen nog eens 3 losse topsets extra bij. En daarnaast hebben we ook nog een matchpack. Dat is speciaal voor de mensen die echt op het diepere water vissen, kanalen en vaarten. Daar zitten dus de iets subtielere topsets in. En de topsets zijn ook 1 deel langer. Dus je krijgt daar nog eens 2 extra topsets bij. Die zijn beide 4,5 meter plus natuurlijk het cupset. En met deze hengels hebben we dan ook eigenlijk een heel assortiment aan vaste hengels, welke geschikt zijn voor vele verschillende uiteenlopende visserijen. Dus ben je bijvoorbeeld niet in de markt voor een top van de top, een dure Aventus vaste hengel, dan zit hier misschien wel de perfecte hengel voor jou tussen. Op kanalen vaarten, brasems, vorentjes, maakt niet uit. Commercials, grote vissen, maakt allemaal niet uit. Met deze serie hengels kun je in principe alles en dat tegen een zeer interessante prijs.